Nou, ik ben David Smulders. Ik ben fotograaf in die zin. Ik bouw zelf fototoestellen. Fotocamera's die op een andere manier kunnen fotograferen dan een normale camera. Ze laten tijd zien binnen één beeld. Dus het is een combinatie tussen video en fotografie. Het gebruikt het aspect video als zijnde dat tijd zichtbaar wordt. Het eindresultaat is één beeld. Pinhole-fotografie is natuurlijk fotografie zonder een lens. Je gebruikt het aspect dat licht altijd in een rechte lijn gaat. Zoals je een minuscuul klein gaatje gebruikt, een puntje van een naald, dan zal licht daar altijd recht doorheen gaan. Het bekende principe dat een boom op zijn kop, je kunt het zelf doen als je een donkere ruimte hebt en je maakt een klein gaatje in je gordijn, dan zul je aan de andere kant van je kamer zul je de straat nog een keer zien. Bijkomstigheden zijn dat de belichtingstijden ontzettend lang zijn. Dus waar een normale fotocamera een fractie van de seconde nodig heeft, heeft pinhole-camera's meestal 10 minuten, een kwartier of een half uur nodig. En dat alles heb ik menig keer geprobeerd, maar het mooiste kwam dat ik op een gegeven moment de camera meenam, ook naar een kroeg toe, en ik een foto van drie mannen aan een bar maakte. En één man was niet transparant en de camera, of tenminste de foto, heeft ongeveer een half uur geduurd. Dus daaruit kon ik aflezen dat hij, die man, daar een half uur heeft stilgezeten. Iemand zat ernaast en die is een keer naar de wc geweest en die was semi-transparant. Dus dat verschil vond ik heel erg interessant, maar je kon nooit aan de foto aflezen wie wanneer heeft bewogen. En dat is natuurlijk het videoaspect, omdat je kunt zien wanneer iemand in welke snelheid gaat bewegen. Ik liet wel beweging zien in die foto, maar niet wanneer. En toen dacht ik van ja, maar als ik nou een foto zou maken en ik zou het niet in één keer maken, maar in reepjes, dan zou ik dus die verschillende tijdsfragmenten achter elkaar kunnen plaatsen en daarmee kunnen aantonen wanneer iemand ongeveer is gaan bewegen. Heel suggestief eigenlijk, heel ruim. En vanuit daar ben ik dat gaan ontleden van nou, wat kan ik daar nog meer mee? Kan dat niet vloeiend? Kan dat niet met heel veel kleine reepjes? Of moet dat met een motortje gaan worden, dat dat een vloeiende beweging gaat worden? En dat is eigenlijk het absolute begin van mijn fotografie geweest, vanuit de pinhole-camera's. Meerdere dingen inspireren mij, juist sowieso in de hedendaagse technieken van een fotocamera die natuurlijk altijd een scherpe foto maakt. Hij zoekt voor tegenwoordig de plek op waar een gezicht wordt afgedrukt en hij gaat de belichting daarvan op de best mogelijke manier aan. En hij gooit de ASA's en al die technische aspecten gooit hij omhoog. En ik vind dat eigenlijk een soort van de jus ontnemen van de fotografie. Ik vind het juist prachtig, van ja, het is een mooi moment en ik weet niet helemaal of dat het gaat werken. Dat is natuurlijk met een analoge camera. Ik maak deze foto, maar ik weet niet of dat die goed is. En ik moet erop wachten totdat ik het kan zien. Dus die charme die eigenlijk aan een goede foto daarbij komt, is veel groter dan de camera waar je 15 foto's in een seconde hebt gemaakt. En er zal vast wel één goede bij zitten. En daarom dat ik juist het aspect pinhole-fotografie mooi vind. Ja, het duurt soms misschien wel een half uur voordat je één foto hebt. En je weet niet of dat die goed gelukt is. Maar als die gelukt is, dan zit daar veel meer trots in. Dus dat is algemeen inspiratie, niet op de man. Maar er zijn natuurlijk veel fotografen die met dit aspect werken nog steeds. Dus dat inspireert mij. Verschillende scenario's die aanvankelijk van tevoren waarvan ik dacht, oeh, als dat maar goed gaat, wat ook heel erg leuk uitpakte. Bijvoorbeeld, ik ben naar El Salvador geweest met één camera en dan kom je bij de Amerikaanse douane aan en dan kom je met een aantal scanners die ik natuurlijk gebruik voor mijn fotografie, wat ik zo dadelijk zal laten zien, aan in je handbagage. En dat wordt natuurlijk met heel scheve ogen aangekeken, want welke toerist gaat een scanner meenemen? Daar ben ik onderuit gekomen, dat is allemaal goed gegaan. Mijn camera's zijn natuurlijk redelijk groot en de grootste camera waar ik ook mee op reis ben geweest, weegt 17 kilo. Maar die nam ik overal mee naartoe. Ik ben ook daarmee naar het Secret Festival in Budapest gegaan. En dan kom je bij het een soort van security aan, waar je natuurlijk even gefouilleerd wordt. En die meneer die maakt de koffer open en hij kijkt naar de camera en hij zegt gewoon, ja, my grandma also has got one. Dus hij zegt van ja, dat zijn verschillende situaties die je natuurlijk op die manier tegenkomt. Maar meestal is het heel erg fascinerend hoe mensen erop reageren. Een leuke bijkomstigheid is, vind ik altijd, wat ook wel een beetje in die zin begrijpelijk is. De foto's hebben natuurlijk een relatie tussen het onderwerp wat ik fotografeer, het eindresultaat, maar ook de techniek. En het is altijd een soort van cliché dat de mannen geïnteresseerd zijn in de techniek en de vrouwen in de sferische beelden en in de bewegingen. Dus het is een cliché die soms onderbroken wordt, dat juist een dame heel erg kijkt naar de motoren en vice versa, wat dan een leuke vreemde inkt in de bijt is. Dit is de laatste scancamera. In die zin is het de camera waar het
misschien het minste is aangepast, maar wel waar de functionaliteit best naar voren komt. Wat je eigenlijk ziet is een normale technische camera, het zwarte gedeelte, met natuurlijk de focus, de verwerking en alles wat een technische camera kan, natuurlijk draaien en kantelen met zijn lens. Maar verder gebruik ik die functionaliteit maar heel weinig. Wat het eigenlijk doet is natuurlijk de lens waar het licht naar binnen komt. En dat komt terug op zijn achterkant, zijn matglas. Dit is even een zoeker die erop zit. Maar daaronder zit een stuk matglas waar het licht op verschijnt. Dat is het basisprincipe van hoe elke camera in die zin werkt. Het enige wat hier natuurlijk dan anders aan is, dat hier wordt mijlenter een negatief tussen gestopt of bij een digitale camera zit hier een printmaat in. Wat ik gebruik, ik klap dit weg en ik kan dit gedeelte voorklappen. De matglas heeft exact dezelfde afstand als tot de scanner. En wat hij nu doet is het beeld scannen. Kijk, normaal is een flatbed scanner, hetzelfde als kopieerapparaat, gaat van de ene kant naar de andere kant. Deze scanner is dus eigenlijk aangetast dat er geen lamp meer in zit. En dus het opvallend licht wat normaal is op matglas verschijnt nu op de scanner. En hij scant dat beeld. Dus in principe kun je dus nagaan dat hier onder dat kader, als ik hier openklap, zie je het, dat dit kader nu op de scanner plaatsvindt en dat hij dat gaat lezen. En met de functionaliteit dat je natuurlijk zo op en neer kunt en dat je nu weer opnieuw kunt gaan focussen. Wat je hier ziet zijn een van de eerdere foto's die ik heb gemaakt, ook om het experiment aan te gaen. Dus wat is een object wat wel degelijk beweegt, maar waar ook een omgeving in te zien is wat statisch is. Je ziet hier namelijk gewoon een weiland met de achtergrond bossen en koeien. En hier zie je één koe met hier zijn lijf, maar met drie hoofden. En zijn hoofd is natuurlijk een bewegend aspect. En die koe is aan het grazen. En je ziet hem hier grazen, hij beweegt een keer. En omdat de foto, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar stel dat deze over 2 à 4 minuten gemaakt is. Toen op een gegeven moment ben ik aan deze kant opgelopen, ben ik heel hard gaan zwaaien. En je ziet hier aan deze beweging dat hij ook met zijn hoofd daarop gereageerd heeft en omhoog gekomen is. Dus daardoor lijkt het een soort van monster met drie koppen op één lijf, want zijn lijf beweegt niet. Dus dat is een soort van samenkomst. En wat je hier ziet, deze jongen beweegt bijna niet. Deze dame was heel even door de knieën gezakt. Maar naar een tweede opmerking, ja, je kunt meer gaan bewegen, zie je dat in één keer die armen gingen zwieren. En zo zie je dat er op een gegeven moment, over dit is een tijdspan van 15 seconden geweest, van rechts naar links, dat er mensen heel erg op gaan reageren. Weer hetzelfde steltje, de kleine beweging. Ja, de status hebben gezien grotere bewegingen. En dit is wel een van de interessantere momenten waar het samenkomt. Dat iemand met een kleine wetenschap van hoe het werkt, zichzelf in één keer kan gaan terugfotograferen met situaties zoals dat aan de hand is. En dat die armen eigenlijk een soort van samenvloeien. Een soort van surrealisme die je zelf niet zo 1, 2, 3 zou kunnen combineren.